Ja, goedemiddag en welkom hier in mijn keuken. Ik denk dat jullie eventjes mijn mooie draai zien. We gaan het vandaag eventjes hartstikke druk krijgen, want we gaan het geheel compleet kerstmenu in elkaar stomen. Ik heb het voor mijn eigen opgeschreven. Ik had eigenlijk een mooi menubriefje moeten maken, weet je, wat je op tafel neerzet, maar ja, dat ga ik niet doen. Ik ga straks alle ingrediënten, die heb ik allemaal bij elkaar gezet van alles wat we nodig hebben voor het complete kerstmenu, geheel bereid in slowcooker. Het voorgerecht wordt een gebonden ossenstaartsoep. Het hoofdgerecht bestaat uit twee hoofdonderdelen, namelijk een kiprolade en konijn. Konijn op zijn Limburgse smaak. Dus Limburgs konijn. Dat wil niet per se zeggen dat konijn een Limburgse leeftijd heeft, maar op zijn Limburgs bereid. Daar gaan we natuurlijk een keer romige aardappelpuree bij eten. Dat lijkt me wel hartstikke lekker natuurlijk. En als nagerecht ga ik dan in de oven een marmeren cake bakken. En in de slowcooker, wederom in de slowcooker, stoofpeertjes. En ditmaal heb ik voor de stoofpeertjes de Gieser Wilderman peertjes gekozen, want die worden al kleuren al van zichzelf rood. Dus hoef je daar ook geen rode wijn in te doen, bijvoorbeeld. Dan gaan we nou eerst even kijken naar alles wat we nodig hebben. Kijk eens, hier staat een multicooker. Hier staat een slowcooker en daar staat mijn vriend de slowcooker en dat is hops. Twee slowcookers. En dit is een multicooker, maar deze multicooker deed dus ook een slowcookstand. Want we gaan dus specifiek slowcooken. Kijk, dan heb ik hier de ossenstaartjes. Ja, dat zijn niet allemaal die stukjes, die doen we dan allemaal naar elkaar. Dan heb je dus één staart. Dat is ongeveer een kilo. Kilo ossenstaart. Voor die ossenstaart hebben we verder. Gaan we daarvoor gebruiken. Een paar winterwortels, 2 of 3. Lekker een grove stukje moet je die snijden. Wat bleekselderij, een paar stengels. Een paar preien, 2 dikke preien, even een stukje snijden. 4 teentjes knoflook. Dan halen we voor deze ongeveer die schilletjes eraf. Even pletten en kan er ook erbij. Een blikje tomatenpuree. En een bordje selderij, maar dat is pas op het laatste nodig. We hebben nodig folie. En peper en zout. En een glaasje Madeira. Dat is natuurlijk voor de liefhebbers, hè? Dat is natuurlijk geen verplichting om daar Madeira in te doen. Wat ga ik nou doen? Ik ga natuurlijk eerst die wortel en die paille en die bleekselderij, ik denk 2, 3 van die stengels. Even schoonmaken, een grove stukje snijden. Hup, dan kun je de pan in. Oh, er moeten ook nog 2 dikke eieren bij. Ook doen. Dan gaat dat met z'n allen gaat dat de pan in. 12 uurtjes op loop, maar daar kom ik dadelijk op terug. Dan gaan we daar naar kijken. En dan hebben we natuurlijk nog andere ingrediënten. Dit, kijk, zijn de kippenbouten. Voor de Limburgs konijn. Kippenbouten zeg ik konijnenbouten. Even kijken of jullie ook opletten. Dat is dus wel kip. Dit is de kiprolade. Die gaan we dus dadelijk lekker kruiden. Gaan we allemaal maar kijken. En dan hebben we hier cakemeel voor de boeren cake te maken, voor de maag. En we gaan natuurlijk zelf roomijs maken. Daar hebben we voor nodig gecondenseerde melk en slagroom. Van de slagroom 2 van deze potjes in verhouding 1 van deze bij elkaar. En dan gaan we natuurlijk smaakjes aan toevoegen. Koffieijs kan je kiezen of je kiest voor pistacheijs, whatever je wilt. Allemaal net zo lekker. In ieder geval, en dan hebben we nu deze eentjes voor gekozen. Ik ga dat nou eventjes allemaal voorbereiden en dan kom ik straks weer bij jullie terug, want ik wil jullie niet vermoeien met het gehakt en dat gesnijden de hele tijd. We zien elkaar en zo. Kijk, ik heb mijn noedel afgezet, want dat is een loei helemaal kop, want dan zit hier gewoon binnen. Tot zo! Zo, dan zijn we weer helemaal terug. Ik heb zitten hakken en te snijden, laat ik jullie even allemaal zien. Ik heb voor deze ossenstaartsoep ga ik de multicooker gebruiken, want die heeft ook een slowcookstand. En waar we dan even puzzelen hoe die precies werkt, want die hebben we nog niet zo heel vaak gebruikt, maar dat is voor de rest helemaal geen probleem. Hij stond op bakken en dat was goed ook, want eerst heb ik het potje
de tomatenpuree in geschept. Dat die eventjes een klein beetje aan mag goed roeren en dan van de bak af. Alleen dat is puur dat die dan ontzuurd is. Dan hebben we de ossenstaart. 1 kilo. Daar moet best wel wat zout en peper op. Dat doen we dus helemaal elektrisch. Ja, gaan we niet zo lopen rollen, ja. Zo, zal het voorzichtig iets in de koeken doen. Zo. Ja, zo. En dan gaan we hier zelf weer opnieuw ook nog wat zout en peper. Strooi je wat en gaan je gewoon peper aan je polsen. En dan gaat er nog allemaal bij. Zo, yes, hopsa, dat past er mooi allemaal in. Hop, dat gaat voor de mama's in. Dan heb je dus, kijk, die eieren en die flinke grobberen, je ziet, die eieren, die wortels, de preien, flink grof, kan dat allemaal mooi bij. Zo, en waarom grof? Want straks, het einde van het verhaal, gaan we het zaakje opvangen. En dan gaan we die groenten, die zijn al helemaal uitgeteerd. Alle vitamines, alle lekkere van die groenten zit dan al allemaal in de bouillon van onze soep. Want die moet, let wel, die moet 12 uur opstaan. Er moet ook een klein stukje folie bij in. Dat heb ik hier, dat heb ik al uit het potje gehaald. Gewoon bovenop erin, druk het een klein beetje ertussen zo. Er moet dus plus minus 2 liter water in. Ik ga er even bij staan dat ik niet ga gloeien. Als het goed is, past het precies in deze multikoeker. Dat is 1 liter, dames en heren, jongens en meisjes, kleine kinderen. Dus. Stap ik dan nog even een goh litertje water bij. Hupsakee. Gaat de 2 liter water. Zo. Yes, sir. Simply having a wonderful Christmas time. Ga ik mijn brilletje even bij opzetten? Yep, zo. Dekseltje dicht. Tjaka, zegt hij dan. Yep. Dan gaan we. Zet hem even aan. Dan moeten we naar de slowcooker. Gaan we de tijd instellen. Hij moet op 12 uur. 10, 11, 12 uur. Kan je het zien? De temperatuur moet op 80 graden. Ook deze kant op. Dus mocht je ook met een multikoeker werken, op de slowcookstand, 12 uur, 80 graden. Hij start. Hij doet zijn werk. En na die 12 uur, dan gaat hij dus uit. Ik weet niet of hij automatisch op de warmhoudstand gaat, maar dat is helemaal niet nodig, want dan haal je die binnenpan eruit, maar wees voorzichtig, doe dat al eventjes met pas overwandjes aan. Dan schud je dat via een zeef, vergiet, schud je dat, zink je dat in een grote kom. Dus dan al die groentes, daar moeten die groentes en die eiwitten, die preien, een flinke grove stukje, dat je dat makkelijk op kunt vangen in je zeefie. Gooi je weg. Zou je zeggen dat het zonde om groenten weg te gooien, maar deze groenten zijn dus daarna helemaal waardeloos. Alles lekkers, alle vitamines zijn eruit uitgezogen en zit in die bouillon van die soep. Ja? Dan zit die bouillon in die kom in de koelkast voor af te koelen. Uit dat zeefje er zitten natuurlijk ook die ossenstaart in. Ja? Die haal je natuurlijk eruit. En dan kluif je dat, dan haal je dat vlees allemaal van de botjes af. Doe je eventjes apart in een kommetje. Zet je ook in je koelkast. Als die bouillon nog is afgekoeld, ja, dat is al gauw na een half uur, drie kwartier tot een uurtje in je koelkast, haal je het uit. Pak je zo'n schuimspaan, dan haal je dat vet ervan af. Dat willen we niet. Moet gewoon weg. En dan doe je die stukjes vlees, de ossa's, er weer in. Want op het moment dat je wil gaan eten, gaan we pas, nou niet op het moment, maar ruim van tevoren houden naar de koelkast. Wil je dat niet nu gelijk eten, zet je terug in de koelkast, dekseltje erop. Tijd dat je wil gaan eten, zet je je multikoeker weer op slowcooken. Op high voor 1,5 uur. High, dus hier moet je de temperatuur instellen. Ik heb 80 graden ingesteld, dus dat betekent low. Dan zet je hem dus
Op anderhalf uur, slowcook, anderhalf uur, op 95 graden. 95, dat is dus high. Doe je hem dus eerst even op kamertemperatuur laten komen, natuurlijk, die bouillon met de ossenstaartjes in. In die koeker, in je pan. Anderhalf uur, 95 graden. Dus, en als je het in een gewone slowcooker doet, op high, voor anderhalf uur. En als het dan bijna zo bij die anderhalf uur is, kun je er nog lekker een scheutje Madeira bij in doen. Dat is voor de liefhebbers, hè? Dat is dus niet verplicht. Het is niet, geen must, geen moet. Nee, nee, niks moet. Alles wat je zelf wilt, maar Madeira is er wel heel erg lekker bij in. Een scheutje, kijk, dit is, ja, misschien nog een volgende. Zo, ja. Eigen smaak, even jezelf kijken. En dan mooi, lekker op een bordje opschippen. En dan doe je er een beetje peterselie op, zo aan het randje. Kan je mee opeten, moet je zelf weten. Ziet in ieder geval heel mooi uit, want het oog wil ook wat. Ja toch? Zo, de ossenstaartsoep die staat te pruttelen. En dan gaan wij ondertussen de stoofpeertjes ervan opzetten, want die moeten ook een hele poosje in de slowcooker. Ik heb een heleboel van die recepten bekeken, ook op onze Facebookgroep de Slowcooker 2021 recepten en tips. Nou, dat wijkt een beetje allemaal af, dus ik denk ik ook hier ga ik mijn eigen draai aan geven. En dit is dan mijn zon van kijk, mooi hè. Hoe ik dat allemaal schrijven, dit wil ik zo, dat wil ik zo, dat wil ik zo. Dus we gaan, ik ga gewoon even meekijken met jullie dat het ook helemaal goed komt. In ieder geval, dat moet sowieso Gieser Willeman stoofpeertjes. Dat hebben 2 kilogram van genomen. Mooi geschild in partjes. Zo een kwart, sommige de helft. Want je kunt ze bijvoorbeeld ook heel laten. Er zijn mensen die laten ze heel alleen schillen. Dat, zelfs heel met het steeltje. Dat lijkt natuurlijk mooi op je bord, maar wat een geknoeien is dat zeg. Dus dat hebben wij liever niet uitgerommeld. Dus dan gaan we het gewoon in partjes. Gaat het de slowcooker in. Ik doe eerst even de helft erin. Ik heb een stuk of 8 à 10 kruidnagertjes. Die heb ik natuurlijk in zo'n ei, want dat wil ik straks niet op mijn bord terugvinden. Want dan is het niet meer lekker. Nu wel. Ook er weer in. En de rest van de Gieselman, Willeman, peertjes erop. Je kunt er kiezen voor rode wijn. We hebben erin gedaan, we hebben gekozen voor bessensap en een leuk rozeetje. Dit is tricky. Bij elkaar is dat een half liter. Meer moet je ook niet hebben, maar we moeten eerst nog suiker. En ik wist niet meer precies, even kijken, ik heb hier voor jullie 3 kaneelstokjes. Die gaan die kruidnagels hebben wel. 3 kaneelstokjes zometeen, die ga ik ook inprikken. Ik zal dat gelijk doen. Kom dan jongens, 3 stuks. 1, 2 en daarin. Weer eentje. Eentje in het midden. Eentje helemaal links. Dat zijn weer aardjes. Dan moeten we hebben een suiker. En wel 350 gram. Van die kristalsuiker, weet je gewoon over een beetje schudden zo. Ja, yeah. Oh, kijk eens even jongens. Daar zit erin. Dan van de citroen. De rasp van die schil. Ongeveer 3 theelepeltjes. Dan heb je ongeveer zo'n klein bakje vol. Ja. Dat doe je ook. Stop. Dan kun je er eentje in. En dan natuurlijk die rosé. 250 milliliter zit het met zo'n strikkie. Mag natuurlijk ook zonder strikkie. Nee? En wat jij wil? Zo, jips. En dan die beste zat. Ja. Mocht je nou echt rode wijn willen nemen, dan zou ik die wel eventjes van tevoren koken in een pannetje, dat die alcohol wel uit vervliegt, want de alcohol in combinatie met stoofpeertjes, dat is niet lekker. Dus dat moet je niet willen.
Nou, dat hebben we dus allemaal erin zitten. Dan gaat natuurlijk het deegseltje erop. Ja. En dan moet het 8 uur oplopen. Waarom 8 uur? Die gieten we nou penis, die zijn heel erg hard. Want sommige recepten zeggen van 4 uur, 5 uur. Sommige recepten zeggen zelfs 12 uur. Deze gaan 8 uur. Oplopen. Gaan we even met de handen die niet doen. Oplopen. En dan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uur op loon. Na die 8 uur kijk je eventjes, want sommige mensen vinden het lekker dat het zo waterig is. Wil je dat niet? Dan doe je dus na die 8 uur, voordat je het gaat laten afkoelen in je koelkast, schep je dan een beetje, strooi je dan een beetje alles binnen eroverheen. Even roeren wat een houten lepel, dat het een beetje jouw dikte bereikt die jij prettig vindt. En dan laat je het daarbij. En dan doe je kan ook de hele binnenpan met deksel in je koelkast wegzetten. Dat gaat mij niet lukken, want die slowcook heb ik morgen nodig voor mijn konijnenbouten. Die ga ik zo meteen in de marinade zetten. In ieder geval, de oosterstaartsoep is in de maak. En de stoofpeertjes zijn in de maak. En dan ga ik nu nog eventjes de marinade voorbereiden voor de kippenwater. En dus, deze koeker heb ik morgen nodig. En ik heb er nog één. Eentje heb ik nodig voor de konijnenbouten. En eentje heb ik nodig voor de kippenrolade. Maar wat ik dus nu wel alvast kan doen, is de marinade maken voor de konijnenbouten. En daar ga ik nou mee bezig. Wat heb ik daarvoor nodig? Ik zal het je eventjes mee laten kijken. Kijk, hier hebben we de 4 kippenbouten. Mooie, malse konijnenbouten, kippenbouten. Wie kippenbouten? Konijnenbouten. Ja, daar we zien, konijn, ja. We gaan daar eerst een marinade van maken. Want je moet minimaal 12 uur in de marinade. Daarvoor nemen we balsamico azijn. Dat is beide balsamico azijn. We hebben totaal 0,5 liter nodig. Ik schenk er dan mooi in. We hebben nodig 10 zwarte peperkooltjes. Die heb ik hier in dit bakje. Die gaan er ook bij. Zo. Tadadada. Oh, een beetje laag houden, dat is pap als ik weet niet wat. Hop, ik ga aan de kant. Zo, yes, 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 yes. Voor degenen die het nog niet helemaal aan de gaten hebben, we maken een compleet kerstdiner, kerstmenu. Van A tot en met Z. Beginnen met oosterstaartsoep. En eindigen met stoofpeertjes. Die stoofpeertjes natuurlijk met zelfgemaakt ijs. Ja. Zo, de beide flesjes zitten erin. Dus dat is 0,5 liter balsamico azijn. 10 zwarte peperkorreltjes. 2 uien, grof gesneden zoals je ziet, ook erbij, ja. Misschien overbodig, maar ik vind het altijd even leuk, even dat goedje door elkaar roeren, kijk. Ja. En moet natuurlijk, en als je een grote bak hebt, maar die in één keer inpassen, die 4 konijnenbouten, dan is dat mooi, maar die heb ik niet. Dus ik heb 1 grotere en 1 kleinere genomen. In beide doe ga ik er dan 2 in stoppen. Kijk, hier zitten er 2. Zo. En dit bakje nog 2. Ja, dan die maar zo om. Kijk, anders ga ik de deksel er niet op straks. Hoor, bij de vaatwasser erbij. En dan moet ik natuurlijk die marinade, om het zo te noemen, daar een beetje over vertellen. Ja. Voorzichtig schenken, jongens. Voorzichtig. Hè. Oeps. Over wat eieren. Ja, kom. Eieren wil ik ook. Zo, yes. En dan eventjes in het andere bakje. Oh. Ook wat eieren weer, hè. Kijk, die heeft iets meer eieren dan die. Eerlijk gaan we dat verdelen, jongens. Oh. Ja. Oh, wat zitten de peperkorreltjes? Hoe weet je dat nou? Ja, dan leggen we het aan. Ja, zo. Bakjes sluiten we goed af. Hop, alleen, oké. Dan gaan we natuurlijk even goed met schudden. Kijk, deze bakken die sluiten goed af, dus kunnen mooi ook op zijn kop.
Ik wil dan een paar uurtjes zo, en als je tijd hebt, als je thuis bent, dan draai je de bak in een gietje om. Dat overal hier die marinade goed komt. Ja, deze net zo. Kijk, zie je dat? Overal zit het. Dus, hupsakee in de koelkast voor 12 uurtjes. Na die 12 uurtjes moeten ze het uithalen. Uiteraard. Haal je ze voorzichtig uit, dan leg je ze eventjes. Aangezien die twee hun werk al doen, hoeven we alleen nog eventjes die kip voorladen, want die gaat natuurlijk ook de slokkoek alvast in. Dan doen we daar eventjes een beetje olijfolie overheen. Niet te veel. Kijk zo, een klein beetje. Schenk ik het op. Kwastje bij de hand. Zo fijn laten vloeien. Zo, mooi verdelen. Ja, nog een beetje mag wel. Zo. Draaien we om. De beste jongen, hè? Ja. Oh. Ja. Ik heb vaak gekeken naar schilders, dat zie je wel, hè? Zo. Yeah. Zijkant. Deze zijkant een beetje. Zo. Oh. Klein dropje nog. Zo. Yes. Dat lijkt me genoeg. Dan doen we met een kom. Opsa. En dan gaan we hem lekker rubben met heerlijke kipkruiden. En ik heb nou deze genomen. De kipperdrienenkruiden en dan ook nog deze speciale fijne feestdagen en een gelukkige nieuwjaars erop. Nou, dat was één kip rollade, die kan je... Stoor je daar flink wat van op? Draai je om. Zo. Kijk, door die olijfolie plakt dat dan mooi aan vast. Overal. Ja, niet te zuinig, niet te bang. Ja. Oh ja, dat ga ik ook nog over heerlijk dat spul. Hup, dat is wat genoeg. Ah, zo. Zo. Kijk, krijg je ook eens meer handen, hè? Yes, zo. Zit er eigenlijk overal, kijk. Hè? Behalve nog in de kom. Maar dan moet er niet, alles moet aan die kip worden aan zitten te plakken. Oh, weet je wat? Niet te bang. Zorg er nog wel. Ja. Oh ja, die kipmolade moet natuurlijk op kamertemperatuur zijn. Hè? Niet vanuit de koelkast deze geintjes dan weer uithalen. Want dat vindt hij helemaal niet leuk. Zie je? Dan plakt er weer allemaal mooi vast. Ja. Zo. Hartstikke leuk. Oh. Zo, laten we het even. Vaak hoor ik jullie altijd zeggen. In de pan. Gelukkig. Vooral als je een roulade inlegt of een grote stukje vlees. Dat je dan op een bedje van uien moet. Maar ja, niet iedereen heeft graag uien. En je kan er misschien prei op de bodem leggen. Maar niet iedereen heeft graag prei. Deze kiproulade wil ik lekker maken zoals ik hem nu gerupt heb. Met deze kipkruiden wil ik hem eten. Maar voor de rest niks. Geen uien, geen prei, niks. Dus wat ga ik dan doen? Ik heb gewoon van het keukenfolie een paar rolletjes gemaakt. Die leg ik dus nu mooi op de bodem. Ja. En dan leg ik dat gewoon dus zo in de pan. Kijken hoe het een beetje uitkomt. Ja. En dan pakken we die rollade. En die leg je daar mooi bovenop. Kijk, zie je dat? Is die mooi van de bodem af. En dan kan de warmte ook op deze manier helemaal rondom komen. Dit is een rollade van ongeveer 1 kilo, maar qua instaltijd maakt het niet uit of het nou 1 kilo is of 2 kilo. De gaartijd, de duur blijft hetzelfde. En dat is kip, dus op low en voor 4 uur. Hij staat op 8 uur standaard, deze Jack Russell van Russell Ops. Dus die zet ik nu op 4 uur en dan op start. Dus deze kiprollade ligt nu lekker te sudderen. Die is over 4 uurtjes gereed. Dan gaat hij eruit. En laat ik hem mooi afkoelen, want mevrouw in hem graag koud. Kippenvlees koud is best wel lekker. Als hij tenminste goed gegaard is. En in dit geval goed gekruid. En dat hij goed gekruid is, hebben jullie wel gezien. Soepie.
Nog een beetje. En dan? Dus, wat ik zeg. Als die dan na 12 uur uit je koelkast komen. Dan je die bakjes open, die marinade, die ga je nu niet weggooien. Je haalt die konijnenbout eruit, je legt je even op een plankje, je zegt. Bestrooien met peper en zout. Daarna, van beide kanten, laat je even een minuut of 10 liggen. Daarna leg je ze alle vier de konijnenboutjes in de slokkoeker. Dan komt er appelstroop, ontbijtkoek, kruidnagels en oranjeblaadjes. Maar dat gaan we morgen bekijken. Ik zou zeggen, dit wordt vervolgd.